Ik gebruik dagelijks Snapchat om met mijn vrienden te snappen. Ik gebruik TikTok. Ik plaats filmpjes op TikTok. Soms gebruik ik Instagram, niet heel veel. Ik zit ook op Twitter en soms Facebook zelfs. Dus het is wel echt heel veel. Ik heb ook heel veel mensen die mij appen per dag. Dus dan elke keer als ik hem wegleg, dan hoor ik weer zo'n melding opkomen. En dan ben ik ineens weer op mijn telefoon. Dan ben ik er wel echt een beetje klaar mee met al die meldingen die ik krijg. Dus dan zet ik hem op niet storen of dan laat ik gewoon mijn telefoon in mijn kamer en ga ik wat anders doen. Ik ervaar niet echt stress dat ik altijd aan moet staan. Maar bijvoorbeeld als er in een groepsapp van vrienden bijvoorbeeld een beetje grapjes worden gemaakt en dan gaat het een beetje persoonlijk over jou, dan denk ik wel van, ik moet wel zeg maar snel daar weer op terugreageren, want anders ben ik een soort van alweer te laat. Maar het is niet echt dat ik stress heb en druk voel dat ik altijd bereikbaar moet zijn. Zo. Ik heb zelf schermtijd ingesteld op mijn Instagram en op gewoon apps die ik heel veel gebruik. Vooral de apps waar ik niet zeg maar met mensen communiceer, want bijvoorbeeld op Snapchat, dat is meer eerder gewoon een app, iets waar ik met mensen app en gewoon communiceer. Maar op een Instagram of TikTok, ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje kijken naar filmpjes en foto's. Dus daar heb ik zelf een tijdslimiet op gezet, zodat ik daar iets minder op zit, vooral tijdens schooltijden. Ik was laatst in Portugal met mijn moeder en ik had mijn telefoon al een paar dagen geleden stuk gegaan. Ik wou geen nieuwe, want ik wou mijn focus op school. Dus toen had ik in die vakantie ook geen telefoon. En ik had toch wel een heel klein beetje het idee dat ik wat miste met mijn vrienden en zo. Maar dat viel uiteindelijk erg mee. Als ik even geen meldingen wil ontvangen van bijvoorbeeld een app die op dat moment niet handig is, dan kan je die ook gewoon uitzetten via je instellingen dan. Dat doe ik meestal wel. Ja, sommige mensen die hebben ook dat hun ouders bijvoorbeeld de schermtijd instellen, maar persoonlijk heb ik dat niet. Maar je kan het ook zelf instellen. Stel je voor je merkt van, oh, ik zit per dag echt meer dan 6 uur lang op een bepaalde app. Dat je zegt van, nou, ik probeer sowieso maar 1 uur of zo erop te zitten. Dat je zelf een timer daarvoor instelt. Nou, ik zit niet heel vaak op mijn telefoon. Kijk, ik doe het wel regelmatig. Maar ik wissel het ook af met mijn persoonlijke leven. Met sport, met school, met werk. Maar als je kijkt naar mijn zusje, zij zit wel steeds vaker op de telefoon. Omdat ze meer vriendinnen online heeft. Gaat ze meer online afspreken en... Nou ja, als je het zo bekijkt, dan wordt het thuis ook minder gezellig, omdat zij steeds vaker op de telefoon zit. Dus we doen steeds minder vaak spelletjes met z'n allen, want dan zit altijd mijn zusje op de telefoon. Of ik om even wat snel op te zoeken, maar dan haalt het de sfeer in het huis eigenlijk weg, omdat het wordt beperkt door social media. Ik moet zeggen, ik heb wel Snapchat veel gebruikt op zich. En ik denk wel echt ongeveer 2 jaar lang. Maar dat deed ik eigenlijk omdat iedereen dat deed. Dat is een beetje een vorm van groepsdruk, denk ik. Heel bewust mee gestopt, nu een jaartje al. Omdat ik gewoon merkte dat het me best veel energie uiteindelijk kostte. Dat ik er constant mee bezig was. Ik dacht gewoon van, ik stop er gewoon mee.